Goedenavond, dit is Nova College Tour, live vanuit de Warmoestraat in Amsterdam. We zijn in de sociëteit van het studentenkoor hier in Amsterdam. Hier vandaan zenden we 5 avonden uit over onderwerpen waarvan wij bijna zeker weten dat ze een prominente rol gaan spelen in 2010. Hallo, dit is ons jeugdhonk. Hier zijn we de komende 5 dagen. Vanavond hebben we het over het Koningshuis, de kwesties van het afgelopen jaar. En natuurlijk over de troonopvolging. Want zo zou het kunnen gaan. Er is laatste nieuws over koningin Beatrix. Zojuist zou bekend zijn geworden wanneer zij troonafstand gaat doen. Die voor Nederland grote primeur is afkomstig van RTL royalty-verslaggever Peter van der Vorst. En Peter, jij staat nu op de Dam, bij het paleis op de Dam. Traditioneel de plek waar het aftreden officieel wordt gemaakt. Met zoals het dan heet de akte van abdicatie. Wat is je laatste nieuws daar? Twan, vanmiddag heeft koningin Beatrix haar abdicatiespeech opgenomen. In de bibliotheek van Paleis Noordeinde in Den Haag. De abdicatiespeech is de speech waarin ze dus bekend maakt dat haar aftreden aanstaande is. De hele middag is er gesleuteld aan die speech in het bijzijn van premier Balkenende en kroonprins Willem-Alexander. En uiteindelijk is hij dus een paar uur geleden opgenomen voor radio en televisie. En heb je enig idee, heb je gehoord wanneer die toespraak uitgezonden gaat worden? De kans is erg groot dat dat zeer snel zal zijn. Morgen zal hier in het Paleis op de Dam achter mij de traditionele nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Mijn bronnen zeggen dat de kans erg groot is dat kort na die receptie ergens tussen 7 en 8 op alle Nederlandse zenders die speech zal worden uitgezonden. Oké, dat wordt spannend. Laten we even kijken hoe het 30 jaar geleden ging toen koningin Juliana haar afscheid bekend maakte. Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert mijn taak als uw koningin neer te leggen. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ja, Peter, dit is 30 jaar geleden. En gebeurt het zo weer binnenkort? Ja, toen zat er 3 maanden tussen de aankondiging van de koningin en haar daadwerkelijke abdicatie. De kans is zeer groot dat dat nu weer zo zal zijn, dat er precies 3 maanden tussen zal zitten. Dat zou een aparte consequentie hebben, want als die speech morgen wordt uitgezonden, betekent dat dat we op 30 april geen Koninginnedag, maar Koningsdag zullen gaan vieren met koning Willem IV of koning Willem-Alexander. Dat wordt dus heel spannend. In ieder geval het enige wat zeker is, is dus dat de speech ergens tussen 7 en 8 op alle Nederlandse zenders tegelijk zal worden uitgezonden. Oké. Laten we kijken naar de man die dan onze nieuwe koning staatshoofd wordt. Heden heeft Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix het leven geschonken aan een zoon. Eén keer van iedere fotograaf alleen. Alle Nederlandse bisschoppen. Relax. Take your time. U heeft er echt zin in. Ik heb er echt zin in, ja. Het moeten is nu echt ook wel vervangen door het graag zo goed mogelijk willen doen. Ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit met wie je gaat trouwen uiteindelijk. Je weet nooit of die toestemming er komt. Hij wijst de Nederlandse pers op een open bron, wat later een brief van Fidela blijkt te zijn. Het is een open bron waar iedereen naar kan teruggrijpen. En ik wil gewoon de Nederlandse schrijvende pers er even op wijzen dat die open bron aanwezig is. Je was een beetje dom. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Take your time to trust in me. And you will find infinity. Infinity. Infinity.
In Stockholm, at the UN, and at the four World Water Fora, we have reached a broad consensus that integrated water resource management. Ja, Peter van der Vorst, nog steeds live op de Dam. Je hebt al eens eerder bericht dat de troonopvolging aanstaande was. Waarom denk je nu dat het zeker zo is? Ja, de afgelopen 10 jaar was er ieder jaar wel weer een gerucht van bronnen die zeiden dat het echt zo was. Maar dit keer zijn het bronnen zeer dicht bij de koningin. En bovendien heb ik gesproken met de directeur van een Duits facilitair camerabedrijf. Het bedrijf dat vanmiddag dus die speech op Paleis op het Einde heeft opgenomen. 30 jaar geleden was het nog de NOS, de staatsomroep, die speech mocht registreren. Inmiddels zijn er natuurlijk veel meer zenders en het Hof heeft ervoor gekozen om niemand te bevooroordelen en dus gebruik te maken van een buitenlands facilitair bedrijf. Ook om voortijdig lekken te voorkomen. En dat is dus niet helemaal gelukt. Laten we even kijken naar een reactie van de directeur van dat bedrijf, Ludwig Bauer. Herr van der Vorst, directe contacten zum Königin gibt es natürlich nicht. Das können Sie sich vorstellen. Wenn, dann hätten wir Kontakte mit dem RVD. Und die wären dann zu diesem Riesenschritt, dieser ganz besonderen Stufe führen. Wenn wir dabei sein dürften, dann wäre es für uns als Firma Tele München eine Riesenehre. Peter van der Vorst, bedankt voor nu, voor dit nieuws. Jij schuift hier zometeen aan bij ons in de studio. En hier praten we natuurlijk door over de consequenties en de impact ervan. Zo zou het kunnen gaan. Dat zeg ik er nog maar eens een keer bij. Bij mij hier aan tafel, Jeroen Snel van de EO, Blauw Bloed, een veelbekeken royalty-programma. Naast jou, Daniela Hoogiemstra, publicist van boeken over adel en koningshuis en journalist bij NRC Handelsblad. Jan Tromp, welkom, redacteur van de Volkskrant. En natuurlijk de man die als een van de weinigen op het laatst als journalist met Prins Bernhard heeft gesproken. En Bob Elbracht van de website ProRepublica. Een website vol tegen het Koningshuis. Eerst maar eens, wij hebben nu laten zien hoe het zou kunnen gaan. Jan Tromp, de sleutelvraag natuurlijk van dit jaar is, gaat het ook gebeuren? Is 2010 het jaar van de troonopvolging? Ik denk dat er maar 3 mensen zijn die dat echt weten. Beatrix, Willem-Alexander en Herman Tjenk Willink. Dat is de voorzitter van de Raad van State. En alle 3 zullen het ons niet vertellen. Dus we moeten speculeren en mijn stellige speculatie is, het is buitengewoon onwaarschijnlijk. Wat? Tenminste 3 redenen. Het land is in crisis. Mensen leven onder de doem van de crisis. Dat is niet een geestesgesteldheid voor een troonsovergang. Ten tweede, er komen verkiezingen aan. Misschien aan het eind van het jaar, in ieder geval in het voorjaar van 2011... Er is een grote kans dat je dan een aardverschuiving krijgt in de richting van populisme, van Wilders. Ik geloof niet dat Beatrix met haar verantwoordelijkheidsgevoel die kabinetsformatie zal overlaten aan haar zoon. En ten derde, en misschien wel het belangrijkste, haar zoon lijkt er geen zin in te hebben. Jeroen Snel, jij kent haar zoon. Wat denk jij? Heeft hij er zin in? Oh ja, absoluut. Hij gaat het op zijn eigen manier doen, maar hij gaat ervoor. Dit is echt waar hij jaren op gewacht heeft. Maar ik denk ook niet dat het dit jaar gaat gebeuren. Ik heb lange tijd wel gedacht, maar Peter van der Vorst stond net bij Paleis op de Dam. En dat is misschien wel de belangrijkste aanwijzing. Het zat volop in de stijgers. Je zag het achter hem. En dat komt dit jaar nog niet af, dat paleis. En dat is gewoon echt nodig voor de balkonscène en natuurlijk voor het tekenen van de abdicatie zelf. Daniela Hoogiemstra? Dit jaar nog niet. Nou ja, ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk een andere reden. Het familieleven wordt vrij belangrijk gevonden. En ik denk dat de koningin heel graag wil dat haar zoon gewoon met zijn dochtertjes een beetje een rustige tijd kan hebben voordat hij daaraan begint. Ja. Bob Elbracht, jullie brachten onder andere verhalen over de huizen van Maxima en kroonprins Willem-Alexander in Mozambique en in Argentinië. Er zijn veel kwesties geweest, onder andere door jouw website. Speelt dat nog een rol, waarom het misschien uitgesteld zou kunnen worden en in 2010 dit jaar er geen troonopvolging is? Nou, dat zou kunnen. In wezen is de hele kwestie voor de Republikein volstrekt irrelevant. We willen helemaal van de monarchie af. Geen opvolging, überhaupt geen erfopvolging. Dus of dat een rol heeft gespeeld in de populariteitscijfers van deze mensen, dat zou kunnen. Maar wat ik al eerder aangaf, het is gewoon niet relevant voor ons. Het maakt jullie niet uit. Nee. Laten we toch even kijken naar de kwesties van 2009. Op het schiereiland Magangulo wordt een luxe vakantieoord gebouwd en de lokale bevolking zou daar